Minister Stuart Getrouw van het ministerie van Justitie en Politie heeft op een persconferentie zijn beleidsplannen aan de Surinaamse samenleving gepresenteerd. Tijdens deze persmeeting op woensdag 13 juni gaf de bewindsman als belangrijkste prioriteit aan te willen gaan voor een excellente en kwalitatief hoogwaardige politiezorg met als resultaat een hoger veiligheidsgevoel. Het ministerie van Justitie en Politie is constant bezig geweest en nog steeds om te werken aan een solide korps die aan de hen toebedeelde taken en bevoegdheden op de juiste wijze kan uitoefenen in deze moeilijke tijd, waarbij het veiligheidsgevoel binnen de samenleving een deuk heeft gehad. In een veranderde samenleving worden er steeds meer eisen gesteld aan de organisatie, en ontkom ik als minister er niet aan om de noodzakelijke maatregelen door te voeren. Maatregelen die niet altijd bij iedereen prettig en aangenaam zullen worden ervaren. De maatregelen waren noodzakelijk om het vertrouwen in de politie te herwinnen. Dat is de basis. Vertrouwen in de politie betekent dat politiemensen de juiste motieven hebben en technisch bekwaam zijn om hun taken te vervullen, en dat zij zich daarbij laten leiden door de eisen van de professionelen en de belangen van het publiek. Bij het ter beschikking stellen van de leden van het korps is er rekening gehouden met de wettelijke bepalingen, betrekking hebbende op de taken en bevoegdheden van de minister van Justitie en Politie naar het Korps Politie Suriname toe. Artikel 5 van het politiehandvest geeft aan dat de politie haar taak uitoefent in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels. Vervolgens het artikel 7 geeft daar duidelijk aan dat de minister van Justitie en Politie de algemene leiding over het Korps Politie Suriname heeft. Het artikel 10 geeft verder aan dat de korpschef onder de algemene leiding van de minister belast is met de organisatie en het beheer van de politie. Zo is thans besloten om binnen het Korps Politie Suriname wat mutaties te plegen, waardoor genoegzaam garanties worden ingebouwd om het veiligheidsgevoel met alles wat daaromheen is terug te brengen. Een van die maatregelen is om een nieuwe wind door de leiding van het korps te doen waaien, waarbij aan functionarissen met frisse ideeën en genoegzaam positieve energie de leiding van dit korps zal worden toevertrouwd. Er zullen op korte termijn meer mutaties plaatsvinden. Derhalve was gemeend om de commissaris van politie, de heer Shin, belast met de vervanging van de functie van korpschef, daarvan te ontlasten en per 12 juni 2018 de commissaris van politie, de heer R. Prade, te belasten met de waarneming van het korps. De komende beleidsperiode zal zich voornamelijk kenmerken door de volgende punten waar ik nu zal aanhalen. De verhoogde zichtbaarheid van de politie. Woninginbraken terugdringen door de maximale inzet van de buurtmanagers. Het verzamelen van informatie en data. Geweldscriminaliteit, aanscherping van het drugsbeleid. De verkeerscriminaliteit. Er zal strenger worden gelet op het rijden onder invloed, het rijden met voertuigen welke voorzien zijn van donkere ruiten en niet te vergeten het overschrijden van de maximumsnelheid. Het preventiebeleid naar de jeugd zal ook een upgrading plaatsvinden. Meer voorlichting vanuit het ministerie. En niet te vergeten zullen we ook nog andere actoren bij betrekken, zoals het ministerie van Onderwijs. Er zal streng worden opgetreden tegen het alcoholgebruik op of langs de openbare weg. Wat we nu heden te dagen zien, dus dat er alcohol wordt genuttigd onder de luifel van de Chinese winkels, tot last van de cliënten, van de klanten. We zullen ook optreden tegen overlast in de ruimste zin des woords. Dit alles zal op basis van de wet gebeuren. Geachte aanwezigen, de politie wordt ook geconfronteerd met veranderde maatschappelijke verhoudingen. Goed voorbeeld is het gebruik van sociale media, en het verspreiden van filmbeelden, berichten die vaak voor opschudding zorgen in onze samenleving.
Politiewerk heeft meerdere gezichten. De politie is de sterke arm van de staat en heeft repressieve taken waarbij soms geweld moet worden toegepast. Aan de andere kant is de politie ook servicegericht de hulpverlener. Maar burgers zijn niet altijd consequent in hun eisen en verwachtingen. Aan de ene kant eisen zij de absolute veiligheid en een perfecte politieorganisatie, maar zelf niet worden geremd in hun eigen gedrag. Hoe vaak volgt men de instructies van de politie niet op, waardoor men aan het gezag van de politie komt. Desalniettemin wens ik op te merken dat de veiligheid niet door de politie of door burgers alleen kan worden gerealiseerd. Om effectief te zijn in het bestrijden van de criminaliteit en het creëren van een veilige samenleving, is het voor de politie van wezenlijk belang om samen te werken met de bevolking. Als minister van Justitie en Politie zal ik altijd waken over de legitimiteit van de politie. De burger moet volledig vertrouwen hebben in de politie. Vooral het oordeel dat burgers hebben over de eerlijkheid en de rechtvaardigheid van de procedures die door de autoriteiten worden gehanteerd bij het nemen van beslissingen is zeer cruciaal. Met betrekking tot de incidenten die zich hebben voorgedaan in zaken het politieoptreden, kan ik het volgende stellen. Alle incidenten worden op hun merites onderzocht en daar waar nodig worden er tuchtmaatregelen getroffen. Als minister mag ik ervan uitgaan dat de politiemensen die vaak terechtkomen in onzekere situaties verwachten dat zij professioneel zullen handelen. Maar desondanks kunnen zij onder stress op een bepaalde manier impulsief reageren. Ondanks hun training kan de politiemens niet op iedere denkbare wijze of situatie handelen. Dit verklaart ook voor een deel waarom politiemensen verschillend op gelijksoortige situaties reageren. Kan worden aangegeven dat het niet zal worden getolereerd dat er inbreuken aan het gezag van het KPS zullen worden gedaan. Daartegenover zal er aanscherping van zowel de gedragscode als het praktisch politieoptreden plaatsvinden. Het is de bedoeling dat we voor een excellente politiezorg, dus kwalitatief hoogwaardig politiezorg gaan. Mensen, ik hoop dat we duidelijk genoeg waren welke richting we opgaan. En ik heb, zoals eerder aangegeven, de medewerking, de ondersteuning nodig van de samenleving. We moeten het samen doen. Synergie. En dan denk ik wel dus dat we kunnen geraken tot een hoger veiligheidsgevoel. Ik moet u bedanken. Indien er vragen zijn, dan hoor ik het van u. En ik heb u gevolgd, maar ik heb minder gehoord over aanpak binnenland kwestie en de districten. En daarnaast ook nog misschien... Heeft u dat niet meegenomen in uw inleiding, maar de afspraken met de verschillende vakbonden, dan denken we aan KBS en KPS. In welke status zitten we nu? Wanneer er wordt gesproken over politiezorg, dan heb ik het over politiezorg over het heel Surinaams grondgebied. Ik heb het niet alleen over Paramaribo, maar dan gaat het echt om het grondgebied van Suriname. Het ligt in de bedoeling dat alles onder de scope wordt genomen. Ja, en dan gaan we kijken van waar het risico tot crimineel gedrag het hoofd is. En dan zullen we gezadig er naartoe werken, dus dat die zaken worden aangepakt. Met betrekking tot het tweede, er is goed contact met de bonden. Het korps, met de bond van het Korps Politie Suriname, de brandweerbond. Ook de bond van het Korps Penitentiaire Ambtenaren. We hebben voorgesprekken gehad. Er zijn natuurlijk bepaalde wensen op tafel gelegd. Met de weinige middelen die er zijn, zijn we er toch wel tot een overeenkomst kunnen geraken. Dat we gestadig werken aan de oplossingen van het wensenpakket. Dat is over breed. Ja, met al de bonden hebben we die afspraken lopen. Het zijn constructieve gesprekken welke er gevoerd zijn. En de basis is het vertrouwen, wederzijds vertrouwen. Dus het komt goed. Door voorgangers van u is vaker gesteld op vragen van journalisten, van de media,
dat de criminaliteit toch wel geen andere vormen aanneemt, dus niet buiten de grenzen gaat. Maar wat wij zelf missen is aantoonbare cijfers waarmee gestaafd kan worden dat de zaken binnen proporties zijn. Beschikt u over de aantoonbare cijfers waarbij de Suriname kunt aantonen dat zeg maar de criminaliteit binnen de perken is en niet op enkele incidenten na hoor binnen de perken is en geen andere vormen aanneemt, buitensporige vormen aanneemt? Tot nog toe kan ik het bewijs niet leveren door statistieken te presenteren, maar de statistieken worden wel bijgehouden. En u heeft het zelf aangegeven, ja, wij werken er naartoe, dat het toch wel, dat we kunnen praten over een intoonbare situatie. Belangrijk is dat het geen ergere vormen aanneemt. Ja? Maar terzijde tijd zullen de statistieken wel gepresenteerd worden aan de samenleving. Transparantie is van belang. Dus eigenlijk praten we over het beleid. We praten over de uitvoering. Maar de man van de straat, die hoort graag een andere taal. Ik weet niet of u bekend bent met de taal van de man van de straat. Maar u krijgt bij deze ook de ruimte op de nationale zender om te praten met een man van de straat. Want dat kan eventueel ook werken. Beter werken, denk ik. Dus ik word gewoon gedwongen om terug te gaan. Ja toch, naar de praktijk. Ja toch? Die periode voor 2010. Jij bent ook een lastige klant. Ja, 2010. Maar alles komt goed. Ook die man van de straat. Ja. Maar moest wel veiligheidsgevoel. Na zo'n jaar. En dan heb ik het dan over de positieve zijde. De mensen die zich bezighouden, de mensen, ik doe de ogri. Ook toen aan de sma, dat wordt agi. Ik nodig niemand uit er om zich aan te melden. Ik heb een heel ander beleid. Ja, vandaar dat ik heb aangegeven in mijn statement hoe ik ermee omga wanneer men komt aan het gezag van de politie. Tene doe ogri, midden gewoon love-up system en dan lach ik. Nu heb ik leren lachen, snap je? Maar if you wear me ide, dan heb ik het erover van wanneer je komt aan de politie, dan wear me ide. Dan moet ik je. En zonder aanzien 6 persoons. Snap je wat ik bedoel? Ik nodig niet uit, maar ik ontdek je. En wie spiede, maar ik ontdek je. Als dat het is dat u wilde horen, de toekomst zal het wel uitwijzen. Ja? Vandaar dat ik ook heb aangegeven, we gaan het samen doen met de samenleving. Ik moet de mensen erbij betrekken. Ik kan het niet zonder hun. Ja? Want wij behoren ook tot die samenleving. De toekomst zal het uitwijzen. Wat ik daarmee bedoel, in de ruimste zin des woords. Ik moet de mensen beschermen. Nu ben ik er voor 2 jaren. Ik wil zoveel mogelijk doen met die samenleving. Eerlijk waar. Wat ik daarnet aanhaalde, dat ik ook deel ben van de samenleving. Nu zit ik hier. Maar ik heb ook familie. Ja? Mijn mensen die zitten aan het werk. Wat gebeurt er met hun? Dus ik ben verplicht om het samen met de korpsen te realiseren dat we kunnen praten over een stukje veiligheid. Het is meer dan een must. En het moet duidelijk zijn zonder aanzien des persoon. Welkom. Voor het laatst, ik nodig niet uit. We gaan ons werk zo goed mogelijk doen. Volgens wet en recht. Want de samenleving maakt er meer dan aanspraak op. What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break.